Entering training area. Loading text class. Even kort twee observaties over hoe Hibbler integreert. Ten eerste zag ik het volgende. Stel dat V gevraagd wordt en dat A bekend is als functie van T, bijvoorbeeld A is 6t kwadraat, dan zou ik gewoon zeggen V is de integraal van ADT. Dus dat is de integraal van 6t kwadraat dt is 2t tot de derde. Hibbler vindt het leuk om juist van de basisvergelijking uit te gaan, dus A is dv dt, en om dat om te schrijven tot dv is adt en dan aan beide zijden een integraalteken te zetten. Dat is ook goed, maar dus in plaats van gewoon v staat er dan vaak integraal dv. Denk ik, zeg het maar eventjes. En ten tweede, en dat is ietsje serieuzer, nemen we even een voorbeeld waarbij de integraal nodig is van vdv. Stel dat dat in de opgave voorkomt. Hibbler schrijft dan op integraal van vdv van 0 tot v. En als je dat dan uitwerkt, dan is dat dus een half v kwadraat van 0 tot v. En dan zie je wat voor gek ze doen. Want eigenlijk is deze v hier iets heel anders dan deze v hier. Kijk, hier is een variabele en hier is het juist een eindpunt. Hetzelfde symbool v met eigenlijk twee verschillende betekenissen. Ze hadden er beter een ander symbool voor kunnen kiezen. Maar goed, ook al leidt het meestal niet tot problemen, je zou daardoor in de war kunnen raken. Dus ik denk, ik zeg het ook maar eventjes.